energize me with a simple touch, or with an open heart. Energize me, fire up this flame that's burning between us. It's not a fantasy, another mystery. It's just what I can feel, it's something I can see. It's like a memory. Ik nam de break toen ik in het vliegtuig na een optreden in Praag volgens mij een hele vreemde aanval kreeg waar ik niet meer uitkwam. Op het moment dat je hersenen een kortsluiting maken, dat het gewoon even voorbij is. Het was echt een hele heftige burn-out die tot zoiets leidt, zal ik maar zeggen. Toen werd mij wel echt geadviseerd om acuut rust te nemen. Dus toen ben ik eerst eens begonnen met rust nemen en daarna is voorzichtig begonnen met het nadenken over After Forever, wat ik nog ging doen. Als ik nog het enthousiasme had gevoeld en met name de inspiratie. Normaal heb ik altijd wel stukjes liggen of wat dan ook, of ideetjes voor nieuwe nummers. Als ik dat gevoel nog had gehad, dan had ik nog... Dan was ik gewoon doorgegaan. Dus goed, ik ben ermee gestopt. En ik denk dat dat eind december was vorig jaar. En toen heeft de rest van de band overlegd. En toen is de beslissing gevallen om helemaal met After Forever te stoppen. Dat hoop ik. Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk dat wij allemaal weten wat we aan elkaar hebben. Ik denk dat we elkaar ook allemaal heel erg respecteren. En ik denk dat je daarom ook elkaar kan helpen in de projecten die we nu doen, zal ik maar zeggen, een beetje steunen. Maar ik zou, als er weer nummers zouden komen in de After Forever vibe, dan zou ik dat niet met andere mensen willen doen dan met de mensen waar we nu mee gestopt zijn. Want dat werkte gewoon prima. Dus ik zie nog wel ruimte om samen te werken weer.